Staan en dan op die andere voet te staan. Besef, 50.000 jaar. Jij weet nu, dit gaat sowieso niet langer dan een uur duren, want hij moet nog terugrijden helemaal naar Limburg. Daar niet, daar weet jij. 50.000 jaar, je bent het vragen. Wat gaat er nu gebeuren? Op een gegeven moment is het inderdaad de dag waarvan jij weet dat de zon nu, de lampen misschien al te warm zijn, of een zonnige dag al te warm zijn, en je begint te snakken naar drank. Op dat moment, Allah azawajal laat op die dag de zon zelfs dichter komen tot zijn dienaar. Op dat moment begin jij je af te vragen, want alles gaat door jouw hoofd, wat heb ik allemaal gedaan, ik weet hoe ik heb geleefd. Ja, ik heb uitnodigingen gekregen, heb ik naast me laten staan. Ja, ik heb mensen gehoord over het gebed, maar die heb ik verworpen. Ja, ik heb mensen gehoord over de sadaqa, ja, ik heb mensen bedrogen, gelogen. Ik heb van alles gedaan, ik heb misschien zelfs u ontkend, ja Allah. En op dat moment begint inderdaad het zweet van je af te dragen. En de ene, nog erger dan de andere, naarmate mijn en jouw gedrag op deze aarde. Ja, jouw en mijn gedrag, dit zweet begint en bij de ene komt het tot aan de enkel. Jij staat nu droog, maar op dat moment komen je daden. Komt daar tussen je tot aan je enkel. Op dat moment gaat geen telefoon af. Want nu sta je hier en zelfs de telefoon heb je kunnen horen. Maar op dat moment zul je die niet horen. Je bent gefocust. Je bent gefocust op dat moment dat wat jij gaat horen, mag jij behoren tot rechts of links, mag jij tot behoren tot de eeuwige genieting of eeuwige bestraffing. En moet je eens voorstellen, geliefde broeder en zuster, dat er een moment is dat jouw enkels, de zweet tot aan je enkels komt. Anderen naast jou, die zie jij niet, want dan kijk jij ineens naar om, tot aan hun knieën. Anderen tot aan hun bos en anderen die verzuipen omdat ze in hun leven inderdaad verzopen in de ellende en in de zonde in plaats van terug te keren naar hun Heer. Op dat moment, de zon, alles. Je staat daar in je eentje en nu ben je met je zoontje of neefje of nichtje of wat dan ook, die jou bij kan staan. Op dat moment zegt Allah Azza wa Jal, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Op die dag, je broeder, niks broeders. Kent jou niet, just me, myself and I.